Experts zijn erin geslaagd om de stem van Rembrandt van Rijn te reconstrueren. Dit deden ze door unieke lichaamskenmerken van de schilder te analyseren en op basis hiervan zijn stemgeluid te bepalen. In presenteerde de reconstructie donderdag in het Rijksmuseum met een fragment. Hierin zijn Rembrandts eigen woorden en zijn vermenen stemgeluid te horen. Het stemgeluid zal gebruikt worden voor speciale tutorials. Waarin met de stem van Rembrandt verschillende schildertechnieken worden uitgelegd. De Tutoren als zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van Ing. Omgekeerde stemtechnologie gebruikt voor reconstructie. Het is met biometrische identificatiemethoden mogelijk om gezichten te schetsen die overeenkomen met iemands stemgeluid. Op basis van deze techniek kon voor de stem van Rembrandt het omgekeerde gedaan worden. Zijn stem is gereconstrueerd op basis van zelfportretten. Verder zijn data over de Nederlandse taal van de 17e eeuw verzameld. Hiermee konden niet alleen het stemgeluid maar ook die woorden van Rembrandt in de fragmenten verwerkt worden.